Ga je weer zo leugenachtig beginnen? Ik was wel een hele leuke, goede leraar. Ja, daar ben ik niet zo goed in. Het zal toch wel goed gaan. En straks moet ik mijn huis verkopen. Ik was artiest. Hè? Ja, en je moet op een gegeven moment tegen je baas kunnen zeggen: van joh, dag. Ik heb je een naam opgezocht. Uh, en volgens het Meertens Instituut is uh, het een Friese naam. Ja? Ik weet niet of dat klopt. Ja, dat klopt. Ja? En uh, in het Fries is het een afgeleide van gelle. Jelle is afgeleide van hm? gelle. En gelle is weer een afkorting van geld. En geld in die periode stond dan voor waarde, uh, geld obviously, prijs. Voor zo'n voor zo naam heb jij volgens mij best wel een unieke relatie met geld. Goeie vraag. Uh, wat betreft het eerste, ik, uh, het is inderdaad een Friese naam, mm -hmm. uh, zowel voornaam als achternaam. En uh, mijn, mijn vader heeft uh, Friese ouders, mm -hmm. dus daar komt het vandaan. Uh, en mijn relatie met geld. Ik heb mijn leven lang nog nooit een probleem gehad met geld. Toen ik uh, 14 was, ging ik, een, of ging ik drie krantenwijken lopen. Dus. Dat, ik, ik verdiende toen 75 gulden per week. Dat was, vond ik veel. En dat was überhaupt best ik... dus wel veel. Ja, te... ja. ja gulden he, was het nog. Ja. Maar dus dat, dat, dat had ik goed voor mekaar. Dus ik, had het, ik, ik hoefde ook geen zakgeld of kleedgeld van mijn ouders. Dat, dat, uh, dat ging goed, dat vond ik fijn. En eigenlijk is daarna mijn leven lang, toen ik twintig was, toen ging ik uh, het onderwijs in. Toen ging ik lesgeven als leraar. En uh, toen verdiende ik, ik geloof, 1400 gulden. En. Uh, dat vond ik ook heel veel geld. En uh, nu verdien ik ook heel veel geld. Dus ik heb nooit... Het is natuurlijk altijd relatief. Hè? Er zijn natuurlijk mensen die vele malen meer verdienen dan ik. Maar ik ben niet een big spender. Het, ik geef niks om grote auto's. Ik heb ooit een tijdje in een BMW 523 gereden. En dat was de, de oude auto van mijn broer. Ik heb een rijke broer. Mm -hmm. En die spaart dan bij PricewaterhouseCoopers. Dus daar, daar komt het geld echt als water binnen. Die heeft vier huizen. En, maar ik ben niet jaloers. Ik, ik, ik woon in een heel mooi huis, vind ik. Kortom, ik heb in die zin geen problematische relatie met geld. Ik vind wel, ik ben zuinig. Ook, nou, ik heb ooit jou een contract aangeboden. En dat heb je lachend terzijde geschoven. Zo van, ja, daarvoor krijg je mij niet. En dat is terecht. Dus uh, wij betalen hier zuinig. Langzamerhand mm. is het wel beter aan het worden hoor. Josine, uh, die hou je niet voor, uh, voor, een, voor een laag salaris. Maar uh, wij zijn bescheiden in, in onze honoreringen. Uh, en dat doen we omdat we daardoor geld kunnen besteden aan apparatuur of als een andere of uh, enzovoort. Maar uh, de laatste tijd, uh, het staat binnenkort weer op de agenda. Dan moeten we gaan kijken van, oké, okay, uh, we moeten iets upgraden. Mm -hmm. uh, niet veel, vind ik. Maar je moet wel je mensen kunnen houden. Josine moet niet weggaan. Jelmer moet niet weggaan. Dus dan moeten we wel. En die, dan, al, tenminste, laat ik zo zeggen, als ze weg willen gaan vanwege het geld, dan uh, heb ik het verkeerd gedaan. Is dat altijd al iets geweest waar je, je uh, uh, bewust van was? Of is dat iets van de laatste jaren dat je beschrijft? Nee, Ik heb al, nou, ook die, die, die laatste, dus ja. dat ik mensen beter moet gaan betalen. Dat is recent. Het gaat ook goed met de clipjesfabriek, weet je wel. We, 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 uh, we hebben niet te klagen. We maken winst. En, uh, nou, en die winst kan je uh, besteden aan apparatuur of aan, of aan mensen. En ik heb het idee dat we nu wat meer in mensen moeten investeren. En wat is de, wat is de les waar dat uit voort is gekomen? Wat, wat heb je meegemaakt? Wat heb je? Nou ja, gewoon, ik, ik denk, hè, we zijn groter gegroeid. Hè, we zijn 14 jaar geleden begonnen, groter gegroeid. Ik heb op een gegeven moment twee jaar geleden bedacht van ja, ik moet eigenlijk mensen maar een pensioen gaan geven. We hadden dat geld ervoor en daarvoor hadden we allemaal contracten waar, waarin stond: we bouwen niet aan een pensioen. En, uh, dus, uh, maar als mensen langer bij gaan, ook omdat we natuurlijk een doorgangsstation zijn. Hè? Mensen werken bij ons twee of drie jaar en die gaan dan, uh, kunnen dan meer verdienen, elders. Nou, en dat kon ook makkelijk, omdat uh, er was iedere keer weer een nieuw aanbod. Hè? Uh, uh, er waren weer nieuw, tien nieuwe stagiaires. En er waren altijd wel twee of drie die hartstikke goed waren. Mm -hmm. Maar nu, nu we professionaliseren, is het zo dat ik een bepaalde mensen wil houden? Josine wil ik graag houden, Alex wil ik graag houden. En die, die blijft ook betrokken bij de Clipjespreek, uh, Jelmer. Uh, kortom, dat zijn de, de mensen die een. Uh... Dus in die zin zijn we recent tegen elkaar gaan zeggen, dat bespreek ik vrij open met Alex en Josine. Ik weet dat ik de besluiten moet nemen, maar ik wil wel graag met hen daarover praten, omdat het voor hen ook belangrijk is. Om mensen beter te gaan betalen. En wat maakt hun zo uniek dat ze eigenlijk een soort signaal, of misschien innerlijk signaal van jou kwam: van, oh, deze mensen zijn zo uniek dat als ik ze loslaat, dan raak ik echt iets kwijt of dan raak ik clipjes echt iets kwijt. Wat was voor jou dat unieke in deze personen? Nou ja, kijk, voor het eerst maakte ik het mee toen Alex zei: uh, joh, ik ga weg. Uh, toen dacht ik: van shit. Daar, hadden we, daar had ik geen rekening mee gehouden en dat zou ik niet willen. Uh, nou ja, uh, toen hebben we uiteindelijk Josine gekregen. En met de, uh, het feit dat we beter gingen presteren, ook financieel beter gingen presteren. en uh, ook kwalitatief, hè, dus dan een beetje van: ja, we, we kunnen niet Josine kan niet makkelijk weg. Dan, dan krijgen we echt een dip erin. Dat heb ik afgelopen jaar gemerkt. Ze was ziek. Mm -hmm. En kon daardoor niet functioneren zoals het zou moeten. En dat heeft ons kwaad gedaan. Dat is niet aan Josine te wijten, maar dat is eigenlijk de kwaliteit van Josine: dat als je er uh, niet helemaal hebt, dan, uh, dan is dat een probleem voor ons. Dus dat heeft me wel, wel tot die conclusie gebracht: eerst Alex en nu Josine. Uh, dan om terug te gaan naar. Uh... Relatie met geld, überhaupt. Iedereen heeft natuurlijk een relatie met geld, want het is er in de wereld, je moet ermee omgaan. Sommige mensen zijn er echt door bezeten. Uh, vaak als je het niet hebt gehad, dan merk je hoe belangrijk het is. En andere mensen hebben een soort natuurlijke uh, onverschilligheid of die hebben een soort zen-status als het op geld aankomt. Waar, uh, waar heb jij dat meegekregen? Is dat vanuit de opvoeding? Of is dat, denk je, omstandigheden omdat je uh, die krantenwijken had, toen direct een baan had? Hoeveel komt van buiten en hoeveel zat al in je? Dat vind ik nog niet makkelijk om te beantwoorden. Kijk, ik ben in een gezin opgegroeid. Mijn vader was ambtenaar en mijn moeder was onderwijzeres. En we uh, hadden, hadden zes kinderen. Dus, en die moesten allemaal studeren. Dus dat kostte veel geld. Dus ik, ik ben niet opgegroeid in een gezin met veel geld. Ik heb het ook nooit gemist. En ik denk dat ook mijn uh, vier broers en mijn zus niet echt op het geld uit zijn. Nee, die zijn niet op het geld uit. Dat en het kan ik. een ambitie zijn, toch? Je Zeker. kan een ambitie hebben om... Ja. Miljonair ja, te worden ja, of iets. Ja, precies. Die ambitie is verre van mij. Ik heb mm -hmm. altijd, he, toen ik voor de klas stond. Toen ik, ik ben altijd begenadigd geweest met heel leuk werk. Toen ik les gaf op een middelbare school, tien jaar lang. elke dag vond ik echt een feestje. En natuurlijk was er, uh, waren er kutklusjes en er was corvée. En, uh, maar een klas. He, ik gaf wiskunde en muziek. Als je een klas kan laten zingen. en toevallig kon ik dat. daar was ik ook wel goed in. Dan, ja, dat is heerlijk. Gewoon, ik pakte mijn gitaar, ik zette een akkoord in en yes, we gingen. Bij de NCV heb ik zo ontzettend leuk werk mogen doen. Eigen radioprogramma in de nacht, 3FM, uh, televisie dingen mogen doen. Dus ik was genadigd met leuk werk. En dan, ik denk dat geld dan geen rol speelde. Ik, toen, ik, ik, toen ik afscheid nam van het onderwijs, was dat niet omdat ik het, het niet meer leuk vond. Integendeel. Mm -hmm. Maar omdat ik dacht van ja, maar als ik nu hier blijf, dan, dan heb ik de hele, mijn hele leven alleen maar in het onderwijs gezeten. Eerst aan de ene kant van de tafel en toen aan de andere kant van de tafel. Dus toen dacht ik van nou, uh, uh, laat ik proberen om uh, uh, de omroep in te gaan. Omroep is eigenlijk ook, hè, als je een nachtprogramma hebt, heb je ook een soort van klas. Uh, die, die, die luisteren ook als je het goed doet. En uh, dus in die zin, en hier bij de Clipperspreek is het niet anders. Uh, de, dus ik heb, ik heb genoeg om van te leven. Dat is mij goed. En als je mijn huis ziet, denk je van joh, Jelle heeft het heel goed. Want ik heb echt een heel mooi huis. Maar ik doe het er niet om. En ik, uh, ik heb een paar mazzeltjes gehad. Dus hoe komt het? Ik heb nooit gewerkt voor het geld. Ik ben, kom uit een zuinig gezin. En ik, ik heb niet zoveel met luxe. Dus, uh, hey, wij, wij kamperen graag. Dat is natuurlijk ook een hele goedkope manier van vakantie houden. Wij doen het niet omdat het goedkoop is, maar omdat we het heel leuk vinden. Hoe kan je dat leren aan andere mensen? Denk je dat dat te leren is aan andere mensen? Want hij heeft jou natuurlijk veel goed gedaan in het leven, ja. omdat je niet dingen achterna bent gegaan waar je ongelukkig van zou worden. Nee, precies. Ja. Ja. Kijk, uh, wij weten. Ik heb t, uh, twee jaar lang een programma gemaakt over de dood. Dus ik, toen sprak ik met allemaal mensen die, die doodgingen. Uh, of die iets hadden verloren, een kind hadden verloren enzovoort. En nooit is het daar gegaan om. Hey, want aan het eind van je leven denk je na van wat was het belangrijkste enzovoort. Dan maak je de rekening op. Precies. En die rekening heeft nooit wat te maken met geld, hey, het heeft altijd iets te maken met liefde, met. Misschien dat je naar God wil, uh, of dat je, maar nooit met geld. Hey, je, je zal nooit zeggen: van, ik heb zoveel geld verdiend, mijn leven was geweldig. En uh, dat heeft me daarin wel heel erg geleerd. En, uh, dus ik heb ook, hey, mijn kinderen zijn ontzettend belangrijk en daar geniet ik van. En mijn werk is ontzettend belangrijk en daar geniet ik van. Maar geld niet. Dus ja, hoe kan je dat leren? door uiteindelijk is te kijken van uh, uh, waar gaat het om wat wat maakt je gelukkig op een dag kijk verliefdheid maakt ons allemaal zielsgelukkig dus zorg dat je wel een paar keer in je leven verliefd bent kinderen als je uh, op het moment dat je ooit een kind krijgt dan merk je van ja met de, de, dan overkomt je wel iets heel bijzonders en het leuke vond ik van uh, baby's had ik niet zoveel mee maar zodra ze begonnen te praten en vooral zodra ze ...tegen je aan begonnen te praten en het met je oneens waren. En ik heb uh, drie weken geleden... Hij heeft, ...is mijn oudste zoon getrouwd. Nou, die heeft mij niet meer nodig. En die, die zie ik een paar dingen hetzelfde doen... ...en een paar keer doet hij beter dan ik. En uh, ja, uh, dan, dan weet je waar het echt om gaat. Ik heb, hij trouwde drie dagen lang. Ik heb me drie dagen nog nooit zo gelukkig gevoeld. Omdat ik zag hoe hij, hij had zestig vrienden uitgenodigd... Dus die mensen maken gelukkig. Geef ik te lange antwoorden? Dit was perfect. <laughs> dat was perfect. Want dit zijn wel de lessen denk ik voor mensen die dat nog niet hebben geleefd. En als er mensen zijn die het wel hebben geleefd en dit kunnen vertellen, dan is dat een soort richting waar je naartoe kan bouwen met je leven. En als je niet beter weet in de wereld waar we nu in leven en als je alles online ziet en alles op televisie ziet, dan worden er toch dingen aangeprezen die dat is een heel ander verhaal dan wat je bijvoorbeeld hier hoort. Ja. Daar is het vooral uh... denk vooral aan jezelf maak vooral jezelf gelukkig en verdien nou, veel geld. Nou, dat ben ik ook wel met die mensen eens, want het gaat uiteindelijk om. Ik denk dat je de verantwoordelijkheid om zelf gelukkig te worden. Pas als je zelf gelukkig bent, kan je ook andere mensen gelukkig maken. Dus ik geloof niet zo. Ik ben met mijn rijke getrouwd mm -hmm. heel lang geleden en uh... Het is niet zo dat Marijke mij gelukkig maakt. Andersom, ik wil ook Marijke niet gelukkig maken. Ik moet zorgen dat ik zelf gelukkig ben en dan kan ik geluk delen. Um, dus ik wil niet dat het van anderen... Ik word niet gelukkig omdat ik kinderen heb gekregen. Ik ben gelukkig en daarom kan ik kinderen krijgen. Snap je dan nou wat ik bedoel? Daarom kan je er goed zijn voor je kinderen. Daarom Precies. kan je er goed zijn voor je vrouw. Precies, ja. Dat, uh, hoe word je zelf gelukkig? Eén onderdeel is dus niet geld najagen, nee. Nee. maar dingen najagen waar je echt... Blij van worden? Ja, waar je jezelf op je kracht voelt. Ik heb het idee dat ik, toen ik voor de klas stond, ik was wel een hele leuke, goede leraar. Ja, sommige mensen, daar heb je een talent voor. Bij de NCV heb ik ook goed, daar kon ik goed, heb ik twintig jaar gewerkt, dus dan doe je iets goed. Bij de Clipspreek doe ik ook iets goed. Want ik heb al veertien jaar, red ik dat. Kortom, je moet zorgen dat je in omstandigheden komt waar je uniek bent. Dat is denk ik de bedoeling. Ben jij, kan je je momenten herinneren wanneer je dus uit je element was, waar, waarin jij echt het idee had, oké, okay, dit, dit, is niet waar jij hoort te zijn. Ik heb um, toen ik bij de NCV aan het eind, toen had ik bedacht van, nou, ik ga mijn eigen bedrijf uh, beginnen. Dat kwam omdat ik met een interessant concept bezig was, deed ik samen als NCV met KPN onder andere. Mm. En KPN, ik ben zelfs formeel nog een paar maanden in dienst geweest van KPN. KPN wilde het idee wat ik had om onderwijsinstellingen, ROC's, MBO's, uh, eigen televisiekanaal te geven, gecombineerd met een sociaal netwerk en een mobiele applicatie. Dus uh, de telefoon, beeldscherm in de school en, uh, en onderwijs. En uh, KPN wilde, uh, we, we hebben geëxper, geëxperimenteerd op vijf MBO's. We zeiden van oké, okay, dat, als dat goed gaat, dan gaan we naar 10 mbo's en daarna mm. gaan we naar 100 mbo's. Op die vijf mbo's ging het goed. 10 mbo's zijn we nooit aan toegekomen. Zij, zij waren overtuigd dat dit plannetje zou lukken, daar. Maar dat, het is niet, daar ben ik niet zo goed in. We hebben ooit met de Clippersfabriek hadden we drie vestigingen in Amersfoort en Amsterdam. In Amsterdam zijn we begonnen. Toen kwam Amsterdam-Almere erbij, en toen kwam Amersfoort erbij. Dus toen... Uh, ...ging ik, pendelde ik van Amsterdam naar Almere en naar Amersfoort. Was niet goed. Dat, dat was te veel. Dus op een gegeven moment ze hebben we het naar één plek gebracht, hier in Almere. En uh, dat is voor mij handig. Ik, dan ben ik gewoon met mijn mensen. Het, ik hou van platte organisaties. Ik hou niet van het aansturen van drie vestigingen. Laat staan, honderd vestigingen. Dus de, toen voelde ik me even ongelukkig. En toen ging het ook financieel even wat minder... Toen stond ik, ik begin altijd uh, uh, touwtje te springen uh, op de dag. En toen was ik in mijn tuin aan het touwtje springen en toen dacht ik van, shit. Uh, ik, want ik zag mijn bankrekening uh, lager worden. Toen dacht ik van, oh god, het zal toch wel goed gaan. En straks moet ik mijn huis verkopen. Dat was dus even het moment dat ik dacht van, shit. Gelukkig heb ik toen, en toen in uh, een samenspraak met Alex. Ik heb Alex uh, gezegd van, joh, we moeten iets... En ik vind dat we naar één vestiging moeten. En hij zat in Amsterdam. En hij houdt van Amsterdam. En hij ging mee. Hij is toen meegegaan naar Almere. Daar was ik hem heel veel, heel veel dank voor verschuldigd. En toen uh, zijn we in één vestiging gaan zitten. En toen was het weer goed. Wat was het besef voor jou? Wanneer landde dat je dan... Oké, okay, dit is niet mijn plek. Was dat, een, was dat een periode van tijd? Ging daar overheen? Of was je direct al... Oké, okay, hier klopt iets niet. Is er een proces wat je volgt op zo'n moment? Ja, ik heb het dus geprobeerd, omdat ik dacht van... Nou, als je een goed idee hebt, dan kan je... Hetzelfde Ik heb uh, ooit wel eens platen gemaakt. Uh, ik was artiest. Hè? Ik, uh, ik, uh, in die zin, ik mocht bij de NCV in dure studio's... mocht ik met de grootste popmuzikanten van Nederland mocht ik werken. Hm. En... Uh, en dus probeerde ik beroemd te worden. Ja, gewoon dat je dacht: ah, dat lukte niet. Dus, maar ik was wel heel erg blij om liedjes te maken. Gewoon in de studio met de muzikanten kon ik ook heel goed. En in de klas kon ik heel goed lesgeven, maar ik kon geen lesmethode ontwikkelen die los stond van jellen. Weet je wel? Ik, ik, ik kan, ik moet gewoon dat contact hebben. En uh, het is grappig genoeg: zijn er nog niet mensen die de clipjesfabriek echt nagemaakt hebben? Uh, he, er zijn wel mensen die uh, met jonge mensen werken, maar dat is dan toch net even anders dan bij de clippersfabriek. En bij de clippersfabriek, ik kan, ik kan best wel goed met, met stagiairs. En ik kan ook zien van die moeten we dat laten doen en die moeten we dat laten doen. Dat laten doen. Dat is mijn, ik, heb, ik kan ze niet voordoen hoe je moet monteren, ik kan ze niet voordoen hoe je een camera moet vasthouden. Daar heb ik mensen voor nodig. Maar ik kan wel mensen een beetje verbinden met elkaar en in een goed vaarwater zetten. En ik, ik kan wel goed sales doen. Dus ik kan wel goed iets verkopen. Dus daar moet, ik, uh, daar moet ik mee bezig zijn. En wanneer je daar dus niet mee bezig bent, in hoeverre ben jij zo bewust met je dagelijkse leven bezig dat, dat je dan op een dag opvalt? Want ik kan me voorstellen dat er heel veel mensen zijn die op een plek zitten waar ze niet gelukkig zijn. En misschien niet doorhebben dat ze op een hele verkeerde plek zitten. Dat ze denken: oh, maar dit is het leven. Dit is gewoon hoe je leven eruit ziet. Ja, ik denk, mijn vader zou dat. Dat is genade, zou die zeggen. En ik denk dat dat wel zo is. Dat is mazzel. Weet je wel, ik heb toevallig de mazzel gehad. Ik kan lesgeven. En ik kan ook afscheid nemen. Um, want ik, ik weet, ik moet, als ik afscheid neem van iemand, moet ik zorgen. Dat we leuk afscheid nemen, want je komt elkaar toch weer een keer tegen. Mm -hmm. Dus toen jullie weggingen van de Clipjessoriek, dan moet ik zorgen dat ik het goed heb met jullie. Uh, want uh, nou ja, daar heb ik een leven lang plezier van. Dus, uh, en het is een beetje, het is mazzel dat ik uh, op een school lekker kan lesgeven, dat ik een liedje kan zingen, dat ik een stand-up kan doen, dat ik. Uh, dus ik kon ook. Uit het onderwijs en ik kon ook weg bij de, bij de NCV. Ik, kon, uh, ik kan ook weg bij de Clips Fabriek. Dat is, een, dat is een luxe positie. Snap je? Ja, maar ik kan dan niet, want dan, dat is een soort DNA-dingetje, denk ik dan. Genade-DNA. Ja. Maar, want ik probeer dan vooral voor de mensen die hiernaar zouden luisteren of kijken, hoe zouden ze hier waarde uit kunnen halen? Stel je zit op een plek en je bent niet helemaal tevreden, uh, zijn er dan bepaalde dingen die je kan doen om uit zo'n plek te raken? Ja, weet je, ik, ik kan nu zeggen: van joh, je moet lef hebben en je moet op een gegeven moment tegen je baas kunnen zeggen: van joh, dag. Maar ik, ik kon dat zeggen omdat ik blijkbaar de, de, de mogelijkheid had om iets anders te gaan doen. Maar ik snap ook dat sommige mensen. Kunnen dat niet. En, en wie ben ik dan om, om hen de wet voor te schrijven? Dus ik moet daar ook een beetje voorzichtig mee zijn. Mm -hmm. Snap je dan nou wat ik bedoel? Wat heb je bijvoorbeeld aan je kinderen meegegeven op dit vlak? Uh, uh, dat je uh, soms afscheid moet nemen. En doe dat dan vooral goed. Mijn kinderen, die, en die, de, ze vinden niet werk allemaal zo belangrijk als ik, maar uh, uh, twee van de vier zeker. En ook de andere drie hebben het fijn in hun werk. Ah, sorry, de andere twee <laughs> hebben het fijn in hun werk. Um, dus uh, dat heb ik ze wel meegegeven. En zij zijn natuurlijk. Ik heb, uh, toen ik bij de NCV wegging. Toen moest ik mijn vrouw wel even diep in de ogen kijken. Van, uh, uh, want ik toen had toen al dus een groot gezin, duur huis. Um, ga ik dat doen? Um, en we hebben besloten om dat te doen en dat is goed gegaan. Maar dat heeft ook met dat je soms lef en vertrouwen hebt in de mensen om je heen en accepteert dat, dat het misschien ten koste van een salaris gaat. Maar ik heb, ik heb nooit het idee gehad dat ik het salaris nodig had om gelukkig te worden. Ik heb makkelijk praten. Dat realiseer ik mij. Omdat ik dus nooit uh, uh, van uh, heel weinig geld heb hoeven leven. Ik vind het wel. Dit is wel een goede les eigenlijk dat wanneer je heel erg gehecht bent aan iets en je ja. kan er niet afscheid van nemen, ja. is het ook een soort gevangenis. Ja. Het is klopt. ook iets waar je dan. Wat je eigenlijk meesleurt in dingen waar je misschien niet gelukkig van wordt. Ja, dat klopt. Dus dat, dat klopt. is wel een goede les. Dat je ja. bewust bent van waar je je waarde aan hecht. En dat je bewust bent dat je daar op een gegeven moment ook afscheid van moet nemen. Ja, ik denk dat dat inderdaad wel. Een rode draad is, ik heb dat bij uh, in de klas. Dan heb je een klas waar je ontzettend een leuke band mee hebt. En, uh. en na dat jaar gaat die klas weer weg. Dan moet je weer een nieuwe klas. Ik heb dat wel ben gewend, om... De... mijn kinderen, die zijn een tijdje aan me toevertrouwd. En daarna gaan ze weg. En dat is goed, zo hoort dat. Klipjes. Klipjesfabriek. Iedere keer komt een lichting binnen. En soms word je heel erg. Uh, ben je gek op ze. He, dus dat je denkt van shit. Wat. Ik heb nu bijvoorbeeld voor podcast en een jongen die het snapt om het te maken. En technisch en inhoudelijk. En ik heb een host, Marit. Geweldig. Die is echt fantastisch. Dus die ga ik missen straks. Maar ik weet ook, in de nieuwe lichting zal er weer een nieuw iemand komen. En uh, heb, ik, uh, toen Michael. ...aan het dansen was bij ons, dat ik dacht van... ...mijn god, we hebben, we hebben dus nog nooit zo'n leuke oud en nieuw clip gehad. En ik heb genoten van jou toen je binnenkwam. omdat We, ik heb, ik, we hadden nog nooit een vluchteling gehad. En je weet dat ik heel veel respect heb voor, uh, uh, voor jouw aanwezigheid... ...en wat je hebt betekend. Dus het is kut als jullie weggaan. En tegelijkertijd weet ik, er komt een nieuw iemand... Die dus weer een andere bagage heeft. En dat daardoor, doordat jullie zijn vertrokken, heb ik nu Marit en Marciano. Dus daar moet je wel een beetje vertrouwen in hebben. En uh, geluk heeft niks te maken met vasthouden, geluk heeft alles te maken met let it go. En uh, uh, loop een eindje met elkaar mee. En daarna is het weer, uh, ga je weer verder. Dat is wel een goede quote, gelijk. <laughs> dat is een goede. Ik, dit is dus eigenlijk wel inderdaad ook een rode draad door je leven, dat je dingen hebt, eigenlijk onbewust misschien ook, omdat je voor de klas stond en dus steeds een nieuwe lichting, uh, met kinderen die dan opgroeien, op een gegeven moment moet je ze laten gaan en dan hier ook weer, dat je onbewust getraind bent in het besef dat niks vaststaat. Niks is eeuwig. Ja. Alles is vergankelijk. en Eindelijk. Precies. Verandering. Ja. Wat eigenlijk ook weer gelijk een mooi bruggetje is naar de dood, want... De ultieme vergankelijkheid, dat zijn we zelf. Ja. Dus ik kan nog iets vasthouden, maar uiteindelijk ben je zelf weg en dan ja. heb je het toch niet meer. Ja, En ik denk, dat, dat ik ben dus ook niet bang voor de dood. Ik denk van, nou, dan is, dan is het klaar en ik heb het leuk gehad. En ik, ja, het is klaar. Omdat je dus zoveel mooie dingen hebt in je leven, zou je denken dat je heel moeilijk afscheid kan nemen van al die mooie dingen straks? Hopelijk zo, zo lang mogelijk nog. Is het voor jou dan echt zo makkelijk als. Het is ja, klaar. Ja, ik, ik, ik heb. Op het moment dat het aan de orde is, dan zal ik dat echt weten. Maar ik heb nu de indruk. Uh, weet je wel, ik hou van mijn vrouw. Ik heb mijn kinderen. Ik heb, uh, ik heb niet het ideale huwelijk hoor. Maar uh, het, wij, wij hebben. We hebben uh, het met elkaar opgetrokken. En we hebben kinderen gekregen en, uh, en die, die vertrouwen. Weet je, ik heb ook niet het idee dat mijn kinderen van hun geluk afhankelijk zijn door mijn bijdrage. He, zo, ik, dat heb ik bij, bij jullie natuurlijk ook geleerd. Ik ben niet, ben niet nodig voor jullie voortgang. We hebben elkaar even uh, uh, kunnen uh, uh, versterken en inspireren. En daarna ga je, weer, uh, ga je weer verder. Dus je moet in die zin ook wel bescheiden zijn over wat je voor mensen kan betekenen. Je moet, mensen moeten niet het idee hebben van het is Jelle en, en daarom kan ik dit. Dat is helemaal niet waar. Zij kunnen iets en ik kan ze een zetje geven of een steuntje geven. Of ze kan ze, maar uh, de, ik geloof, en dat is wat, ik, wat mij wel een religieus mens maakt: ik geloof heel erg dat mensen uh, bijzonder zijn. Alleen bij sommige mensen is het wat lastig te ontdekken, maar mensen zijn bijzonder. Dus doe moeite om die ander te leren kennen. En, uh, en dan krijg je een cadeautje. En dan uh, hopelijk, zoals we zeiden, zo lang mogelijk, zo ver mogelijk. Uh, op een gegeven moment is het einde er. Ja. Waar wil je dan op teruggekeken hebben? Wat is voor jou het ultieme gevoel van op dat moment rustig afscheid kunnen nemen? Wat ja, heb je dan gedaan? Ja, dat is gewoon de, uh, het realiseren dat er... Dat ik straks vergeten word. Weet je wel. Dat is, is ook niet belangrijk. Ik hoop dat Jacob, Simon, Anna en Benjamin. Dat zijn mijn kinderen. Dat die, dat die één keer per jaar nog even. Maar het, het is vooral geweldig als ze, als ze zelf verder kunnen. Hey, ik heb, dus zo kijk ik ook naar mijn eigen ouders. Ik heb één broer die is overleden. Dat is die rijke broer. En die... Uh, uh, het is goed. Weet je wel. En zelfs als je... Niet her bewust herinneren op een moment. Je hebt ze zo erg beïnvloed dat ze ja, maar... hopelijk iets goeds eraan hebben gehad. Ja. En dan, als dat zo is, dan is het goed geweest. Precies. Ik hoop dat ze het net weer ietsje beter doen dan ik. En dat ze wel op dezelfde manier, eh, of tenminste niet op dezelfde manier, op een hele andere manier, maar dat ze er plezier in beleven. Plezier. En, en dat ze iets snappen van de liefde. Daar gaat het natuurlijk om. Je iets snapt van de liefde voor jezelf en voor een ander. Wat, wat moeten we dan snappen van de liefde? Dat is de open vraag. Dat is, de, dat is waar religie over gaat. Dat is waar humanisme over gaat. Dat is waar uh, 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 Allah over gaat. Dat is wat is liefde. Dat heeft iets met uh, jezelf te maken: dat je van jezelf houdt en dat je daardoor van een ander kan houden. Het is mooi dat je eigenlijk steeds in tegengeluiden spreekt. En die tegengeluiden vullen elkaar juist aan. Ja. Als je afscheid kan nemen, dan kan je, dan kan je echt verbinding maken met iets. Ja. Want anders hou je het te, te hard vast. Als je van iets kan houden, dan gaat het niet om jezelf, maar om de ander begrijpen. Ja. Dus eigenlijk moet je leren denken in uitersten. Ja. En ik denk als je afscheid kan nemen, kan je ook welkom heten. En als je welkom kan heten, dan moet je ook afscheid kunnen nemen. Want anders dan word je bezitterig en naar mensen toe of naar geld toe. Of... Bezitterigheid is niet interessant. Dat is alleen maar een handicap. Perfect einde.